Welkom in de Onlanden. De Onlanden, een gebied zo groot als de stad Utrecht op de rand van de provincies Drenthe en Groningen. Hier wordt gewerkt aan natte natuur voor droge voeten, aan ruimte voor water, natuur en landbouw, aan ruimte voor u. In tijden van overvloedige regen in de kop van Drenthe kan wateroverlast ontstaan, vooral in de stad Groningen. In 1998 was deze overlast zo hevig dat het Groningen Museum onder water liep en een deel van het Martini ziekenhuis werd geëvacueerd. Om dit in de toekomst te voorkomen, wordt hier een groot waterbergingsgebied ingericht, waarin ongeveer 8 miljoen kubieke meter water kan worden opgeslagen en geleidelijk weer uit kan stromen. In dit gebied kunnen verschillende types natuur ontstaan, zoals moeras en vochtig hooiland. Op deze kaart is te zien waar in het gebied deze natuurtypen kunnen ontstaan. Natuur laat zich niet sturen. Niemand weet exact waar welke plant zal groeien. Gelukkig bepaalt de natuur dat zelf. Behalve water en natuur is met de uitvoering van het project ook de structuur van de landbouw verbeterd.